Het is vandaag dinsdag. Ik heb geen idee of dit een nieuwe video wordt of dat ik er één video van maak of twee video's. Echt geen idee, want ik weet niet hoeveel ik ga filmen. Maar als het een nieuwe video is, leuk dat je kijkt. En zou het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en even abonneert. Ik ben nu in Albufeira samen met Eva. En het is nog lekker vroeg. We zijn gisteren uit geweest, was echt super leuk. Alleen door de haast met Uber bestellen en zo had ik mijn camera niet meegenomen. En eigenlijk ook niks gefilmd. Omdat het allemaal een beetje nieuw was. Ja, voor mij niet, maar ja. Mag ik even zeggen, gewoon even tegen jou? Ja. En we zijn gisteren dus uit geweest. Het was wel de eerste avond. Het was echt heel erg leuk, toch Eve? Nee? Oké, Eva vond het niet leuk. En ja, we gaan van nu liggen we dus even bij het zwembad. Want het is heel chill, omdat we een eigen zwembad hebben, kunnen we gewoon lekker in de ochtend bij het zwembad liggen. En dan kan je even gewoon een soort van een beetje doorslapen. Dus dat is heel erg chill. En we gaan straks lekker ontbijten en dan, ik ga denk ik nu de spullen opruimen. Ja, dan gaan we ontbijten en dan laat ik gelijk even een house tour zien. Oké, Eva en ik hebben de hele tijd in de zon gelegen, maar we gaan nu even lekker wat eten. Gaan we brood met ei maken? Ja. Daar heb ik echt zoveel zin in. En daarna gaan we lekker naar het strand toe. Oké, ik heb dus een nieuwe bikini aan. Ik vind deze echt heel leuk. Ik hou echt niet zo van witte bikinis, maar deze zit heel mooi. Hij is gewoon van Rombeek volgens mij, van Zavu. Echt super chill. Broekje is ook heel mooi. Ja, ik hou niet echt van bikini shots laten zien. Maar ik ben hier echt heel blij mee. Top. Ik zou nog even een house tour laten zien. Ik zie er echt niet uit, maar het maakt niet uit. Dus ja, het is wel een klein beetje een rotzooi, maar we kunnen er even niet meer van maken. Ze zijn echt nog wit gewoon. Ja, maar ze moeten er toch nog in. Komt goed, die oven is waarschijnlijk gewoon niet zo goed. Dus ik zal het eventjes laten zien. Vanaf de buitenkant dan. Kijk, in deze leuke hal kom je dan binnen. Het is wel echt schattig ingericht. Hier zo. En dan deze deur naar ons huisje toe. Zo. Even de deur dicht doen. Maar. Nou, en dan hebben we eerst gewoon een halletje. Het was schattig ingericht. Wel echt heel ouderwets. Echt niet te doen. Maar het ziet er heel erg leuk uit. Maar ja, hier gaan wij natuurlijk niet zitten. Maar oké. En ja, dit allemaal. En dan heb je hier gelijk door links de badkamer. Het is een beetje een troep. Gewoon met een spiegel. De handdoeken, onze spulletjes. Douche. Het is wel prima. Ja, het ziet er nu een beetje prima douche. Ook echt heel erg top. Dit. Wat alleen echt zo raar is. Je mag dus geen papier in de wc gooien. Je moet alles hierin doen. Ook als je andere dingen moet doen. Ja, dus dat is wel een beetje kut. En dan hebben we hier rechts een kamer. Maar daar kunnen we dus niet in. Geen idee wat erachter zit. En als je rechtdoor loopt heb ik hier onze slaapkamer. Gewoon prima bedden, ook echt heel groot. Ja, het gordijn is wel een beetje lelijk. En een spiegel. En dan hier ons uitzicht. Ons uitzicht vanaf het balkon. Balkon. Als je hier naar buiten gaat vanuit de slaapkamer, is dit ons uitzicht. Super chill. En hier eten we elke keer. Met daar ook nog een kluis. Dat oranje is echt spuug en spiegelelijk. Gelukkig zit er ook nog een spiegel hierin. Had Eva gisteren ontdekt. En als je hier dan naar rechts gaat, heb je hier de keuken. Gewoon prima keuken. We hebben wel alles. Toch? Mis je iets in de keuken? Ja, die afwasborstel is een beetje. Ja, we moeten dus zelf afwassen. Maar er zitten zoveel kastjes. Ook gewoon kastjes waar je niet bij kan. Dit kan bijvoorbeeld niet open. En met de koelkast van de boodschapjes die we hebben gedaan. En een vriezer ook gewoon. Echt super chill. Pizza, ijs. Dat soort dingetjes. En ja, hier moet je dus dan afwassen. We zijn nu even broodjes aan het maken. In de oven. Ja, die oven werkt zo slecht. En ja, gewoon ook een magnetron en zo. En dan ga je zo weer naar de woonkamer. Dit is eigenlijk nog een bed. Maar dit hebben we gewoon even gedaan dat we hier onze kleding op konden doen. Omdat we natuurlijk niet zo langer zijn. Dus dan dacht ik, ja, het heeft ook geen nut om al onze kleding in de kast te gaan hangen. Met een open haard. En ja, als je hier dan weer de tafel. En als je hier nu naar buiten loopt.
Dan heb je weer dit mooie uitzicht met ons zwembad. Super chill. Dat even laten zien. Zo. En dit uitzicht is echt prachtig. Dus dit is dan waar we weer naar binnen gaan. En dan is dit het zwembadje. Wow, ik val bijna naar beneden. Daar liggen onze spullen. Het zwembad is ook echt super chill, alleen echt heel klein. En dan als je hier naar beneden kijkt, zie je dit echt. Zo mega mooi, dit uitzicht. Echt, ik had het echt niet verwacht. Dit is ook heel mooi. Zo helder water. En daar gingen we gisteren een paar foto's maken. Dat was wel een beetje eng. Maar wel echt heel mooi. Dit was dus ons huisje. We zijn er zo blij mee. We hadden het echt niet verwacht. Maar het is wel echt heel erg mooi. Echt heel erg mooi. En heel erg blij mee. De pannen waren zo kut. We konden niet eens een fucking ei maken. Weet echt scheid nu. Wij zijn buiten. Buiten het huisje voel ik. En wij gaan lekker naar het strand lopen. We lopen ook echt in ons bikini topje. En ja, we hebben alles even in de tas zitten. En we hadden gisteren hadden we zo'n doek gekocht. Dat had ik volgens mij wel laten zien. Alleen dat doek geeft dus heel erg af. Het zat echt helemaal op mijn bikini. En ik krijg het er gewoon niet meer uit. Dus ik heb nu een extra handdoek mee. Zodat we die erop kunnen leggen. En ja, we weten niet precies wat we gaan doen. Maar gewoon even lekker zonnen. Dus dat is heel erg chill. Oké, Eve en ik liggen op het strand. En wat is zo chill is, dit is dus die lift waar we mee naar beneden gaan. En we liggen lekker bij de zee. En we hebben een extra handdoek meegenomen op onze handdoek. Want ik niet wil dat het afgeeft op mijn bikini. Eve en ik liggen al de hele tijd op het strand. En wij gaan eventjes lekker weer de zee in. En dan even wat lekker op lunchen. En we willen daarboven gaan lunchen. Ik weet niet of je het goed ziet, want ik zie niet of ik aan het filmen ben. Ik sta ook echt midden op het strand filmen. Iedereen kijkt me aan. Maar het is echt zo chill hier. Het is echt niet te doen. Het is echt te doen. Oké, Eve en ik zijn van het strand. We gaan even lekker lunchen. Zin in. Het is zo warm. Maar wel echt lekker. Want de wind is hier gewoon heel chill. Dat is, ja, dat is echt heel chill. Het is heel warm, maar die wind is echt heel lekker, ja. Dat had ik dus ook in Egypte, want daar was het dus echt 45 graden. Als je dan geen wind had. Eve en ik zijn even aan het lunchen. En kijk, ons uitzicht. Zo mega nice. Echt heel mooi. En we hebben even een lekkere diet coke. Ik moet me zo denken aan Eveke met die diet coke. Maar we hebben dus lekker een uitzichtje op zee. Oké, we zijn even wat aan het eten. Ik heb gewoon te kijken. Maar ik ben ook echt benieuwd wat ik krijg. Eve die heeft pasta besteld en ik heb patatje met kip. Eve, zullen we dat gaan doen? Nu zijn we in de buurt. Kijk, ik wil graag op zo'n band. Dat het over dat water gaat. Maar ja, net vind ik dat is verschrikkelijk. Maar ik ga er maar even over halen omdat het om was. Het is wel echt super leuk. Leuk voor de vlog. Oh nee, dat kan net niet filmen. Ik neem allemaal diet coke. Of you filmen. Zelf. Oké, wij zijn lekker aan het eten. Het voor mij is wel wat anders dan ik had gedacht, maar het ziet er wel oké uit. Ik moet even zeggen waar je outfit op is. Oké, Eve en ik hebben lekker geluncht. Ik had nooit verwacht dat we in een bikini zouden lopen eigenlijk zo. Echt hè? Maar boeien. Maar boeien. En ja, we willen nu heel even naar die roltrap toe. En dan even daar even kijken. En we hebben dus boter nodig. Want we gingen dus vanochtend een ei bakken. En ik had dus we gingen dus een ei maken. En ik had boter, dacht ik, gekocht bij de supermarkt. Moeten we eigenlijk die? We moeten zo die kant op, hè? Maar je wilt toch eerst die? Nee, je kan zo lopen, schat. Echt. Believe me. Dus toen, dus wij hadden een klein, dachten we, een cupje met van die boter. Nou, we weten niet wat het was, maar het leek op klei. Waarom loop je elke keer om de andere kant van mij? Ik ga even kijken. Het leek echt op klei of zo. Nou, dat was ieder geval. En het stonk echt niet te doen, dus dat hebben we gelijk weggegooid. Maar we wilden wel per se een ei maken, dat hadden we toen in mayonaise gedaan. Echt te ranzig voor worden. Ja, het tasje die jij ook hebt. Zullen we heel even kijken binnen? We zijn terug. We hebben net even bij het zwembad nog gelegen, want wij hebben nog de laatste zon een beetje. En ja, we gaan nu even lekker wat drinken. Iced tea zonder prik. En vanavond gaan we hamburgers maken.
heel veel zin in. Alleen ik heb niet zo'n zin in die friet. Omdat ik dat net al heb gegeten. Kan niet. Maar laten we die friet misschien over 2 uur wel, hè? Ja, en misschien kunnen we die friet ook anders morgen maken. En ja, dat eigenlijk. Weet je wat wel zo chill is? Dat we zoveel foto's maken. Dat ik dan nooit een thumbnail apart hoef te maken. Weet je, ja, dat kleine fotootje. Want dan kies ik al gewoon altijd een foto uit die we hebben gemaakt. We hebben net lekker gedoucht. En ik ben nu eventjes eten aan het maken. We gaan hamburgers eten. Op pita broodjes. En we hebben sla en zo. Super lekker. Ja, de schade van vanochtend ligt er nog allemaal. Maar dat boeit me echt niet. Dus ik heb deze pita broodjes. Super lekker. En dan een lekker hamburgertje. Nee. Lekker eten. Hamburgertjes. Oké, dat voor mij lijkt nu echt een soort van hap konijnenvoer. Eve en ik hebben ons make-up gedaan. De rest nog niet. Mijn haar ook nog niet. En ik heb nog een badjas aan. Maar Eve en ik gaan nu even kijken wat we aan gaan doen. Geen idee. Eve, wat wil je aan van mij, zei je? Ik wil dit aan. Oké, Eve en ik hebben ons helemaal klaargemaakt. Ik heb dit shirt van de H&M aan. En een rokje van de Stenings die. En we gaan zo meteen gaan we weer uit. Maar we weten nog niet precies waar naartoe. Ik denk sowieso naar... geen idee. Gisteren zijn we echt naar 4 dingen of zo. Het is echt een mooi tafelkleed trouwens. Ja, het is echt prachtig. Ah. We gaan nu... En nu gaat ze even een shirtje nemen. Dit nee, zit in de kast. Hè? Dit zit in de kast. Er staat beer baby. Nee, maar dit huisje is dus wel een oud vrouwtje of zo. Mm-hmm. En vandaag hebben we deze bloemen gepakt. Deze bloemen hebben we gepakt en daar hebben we een foto mee gemaakt. Zal ik hem laten zien? Hoezo, die is er erbij. Plaatsen. Nee, die heb ik al lang geplaatst dan. Dus weg. 1 of 2? Zet het even in een poll. Het is nu, hoe laat, Janet? 10:50. Op een dinsdag om 26 juni 2018. Waar zijn we? Album Vera. En I don't know, I don't know. Hoe heet onze straat? Wat? Hoe heet onze straat? Vind ik veel, vergeet dat altijd. Ik vind het echt kut dat ik die armband ben kwijtgegaan, maar ik kan me gewoon niet voorstellen. Nee, hij ligt hier sowieso erg. Zou ik mijn vlogs kijken of ik hem vanochtend nog om had? Ik kijk. Ja. Eve en ik gaan nu uit. We hebben net een Uber besteld. En ja, ik ga mijn camera niet meenemen, want ik vind het gewoon echt heel vervelend om met een tasje uit te gaan. Ik kan het gewoon echt niet aan. Eve, heb je jouw outfit al laten zien? Nee. En? Wat vind je van deze vakantie, schat? Ik vind het heel gezellig. Ik ook. Het is heel gezellig. Het is een beetje overdreven wat ik nu net deed, hè? Het is echt heel chill dat je gewoon Uber hebt hier zo. Oké, dit was de 2e Album Vera vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Sorry dat ik geen einde heb gefilmd, maar dat kwam omdat ik niet wist hoeveel vlogs ik zou gaan maken. En met het uitgaan heb ik sowieso niet veel gefilmd, omdat ik mijn camera niet meenam. Omdat ik best wel bang was dat werd die gestolen misschien. En ja, ik ben dus nu de vlogs aan het editen. Dus als jullie deze 2e vlog heel erg leuk vonden, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!